Stel, ik vertel je dat fantasievriendjes bestaan. Maar als een kind groot wordt, worden ze vergeten. Oh. Zijn er ook akelige? Erger. Wanhopige. Vraag je, hoe komt het dat die kinderen ons vergeten zijn? Vorige week begon ik spontaan uit elkaar te vallen. Hey, door jou kan ik hier nauwelijks nog ademhalen. Serieus, Doc, als dit zo blijft, rol ik naar hiernaast om even op te laden. Wij zijn een soort van koppelbureautje begonnen om vriendjes en kinderen samen te brengen. Of we zullen verdwijnen. Blue. Blij gevoel, blij gevoel. Koffie met kazijntjes. Ik kan je helpen. Hoe? Ik ben een kind. Je bent uitverkoren. Oh, nee, je gaat er geen complex aan praten. Succes, Urkebuk. Het is nu aan jou. Blijf onder de radar! Hopelijk lukt het. Oké, we gaan die vriendjes koppelen. Keith! Wat voor een kind verzint er een onzichtbaar vriendje? Ik kan iedereen vinden, waar dan ook. Is dat in mijn mond? Bedankt voor jullie hulp. Dat niet te veel op zijn oog. Welk oog? Ja, dat groeit wel weer aan, hoor. Ben ik aan het verdwijnen? Nou, ik ben hier niet klaar voor. Volgens mij ga ik overgeven of ik moet wat eten. Het is één van de twee. Goor. We moeten ze helpen. Ja, dat klopt. Ik zeg het niet nog eens. Trek een broek aan voordat we weer klachten krijgen. Ging het goed? Oh, mijn god. Zijn we dan nu partners? Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Keith! Haar moeder zei dat je van te veel snoeppijn in je buik krijgt, maar ik zei... Oh, jeetje. Wow, ik proef het zelfs met mijn ogen. Oh, het spijt me. Proef jij niks met je ogen?